Kan de asielimpasse nog worden doorbreken, namelijk doorbroken? Dat is een beetje de grote vraag. Schoof zit wederom om tafel vandaag met Wilders. En de interim ontzicht, Nicolien van Vroonhoven, toch Sven Kokkeman. Jij volgt dit natuurlijk op de voet, zouden we kunnen zeggen. Zie jij nog vandaag iets van een doorbraak in het verschiet? Dat weet je maar nooit. En er lijkt beweging te zijn, maar Schoof zit alleen wel met 2 van de 4 fractievoorzitters op de tafel. En de verantwoordelijk minister ontbreekt. Mevrouw Faber zit niet aan tafel. Dus het is alles bij elkaar toch een beetje vreemde stelfiguur, in alle eerlijkheid. En je hoort ook uit de hoek van de andere coalitiepartijen. Ja, wij weten helemaal niet wat ze daar bespreken. Wij weten niet of we er wel of niet mee akkoord kunnen gaan. Dus het is even afwachten. Maar het is wel de week van de waarheid, tenminste. Dat heeft Schoof gezegd, maar je hoort nu ook alweer stemmen. Het hoeft misschien weer niet, toch weer niet de 25e. Het is een soort deadline die ze zichzelf hebben opgelegd. Nou, hè? Ja, de 25e zou de deadline zijn voor die noodwet, voor dat staatsnoodrecht. Ja. Maar als ze daarvan afstappen en het wordt gewone wetgeving, of het wordt spoedwetgeving, of ze noemen het is een spoedwet, maar ze noemen het een noodspoedwet of zoiets dergelijks. Oh, wacht even, er is nog een scenario dat het dan een spoedwet is, ja, maar dat het ook al het stickertje noodwet, een soort semantische discussie aan het verzeilen is. Maar jij zegt net van de verantwoordelijk minister zit er niet bij. Zo ongebruikelijk is het ook niet, toch? Dat een premier even met wat fractievoorzitters de klok op gelijk probeert te zetten. Nee, vroeger had je dat in het torentje op maandag. En later onder Rutte 3 op het ministerie van Volksgezondheid. Bij Hugo de Jonge toen in die tijd. Maar dit was een extra parlementair kabinet, weet je nog? Oh ja, dat weet ik nog. Mm. Dus daarmee zeg je, eigenlijk is het wel ongebruikelijk dat hij dit doet. Ja, en Schoof is op zoek naar landingsgrond. Ja, die moet ook wat. Dus het is best spannend. En de vraag is natuurlijk, gaat Wilders toegeven op waar hij zijn hakken over in het zand heeft gezet, namelijk het moet en zal een noodwet worden, of gaat hij over tot het in het oog nemen van het doel van het geheel? En jij zegt, er lijkt toch ruimte voor een doorbraak, of er zit wat rek, zeg je? Ja, dat horen wij wel vanuit de omgeving van die onderhandelaars, zal ik maar zeggen. Dat Wilders toch wil praten, dat de sfeer de gesprekken in een goede sfeer verlopen. Als je dat trouwens niet zegt, dan is het meteen over en uit natuurlijk. Dus het zegt ook weer allemaal niet zoveel. Het punt is natuurlijk, wij zitten daar niet aan tafel. En er wordt vrij spaarzaam over gecommuniceerd. Nou, dus uiteindelijk weten we het allemaal helemaal niet. Want ja, ook de 2 hoofdrolspelers in dit geval, dus bijvoorbeeld Marjolein Faber en Geert Wilders, die zitten ook niet vaak aan tafel, zou je kunnen zeggen. Laten we zeggen, eigenlijk bijna nooit. Je had bij op 1 op de Politieke Vrijdag had je altijd die stoel voor Geert Wilders staan. En ja, ik neem aan dat je ook nu de uitnodiging weer uitstaat. Zeker, voor Wilders. Zeker, we hebben stapelstoelen voor alle PVV'ers uit de Tweede Kamer en uit het kabinet. En als je die 2 nou te spreken zou krijgen, hè, Marjolein Faber en Geert Wilders, wat zou het belangrijkste zijn wat je van ze zou willen weten? Nou, dat wordt toch een terugblik dan in dat geval op de afgelopen weken, afgelopen maanden en het gevoerde beleid en wat er allemaal is voorgevallen. Want het is natuurlijk, het beeld is in elk geval tamelijk chaotisch en nogal rommelig. Misschien is dat ook de reden dat ze vooralsnog niet komen. Overigens niet allemaal niet. Hè? Fleur Agema heeft gewoon bij aan tafel gezeten en ook bij anderen. Mm-hmm. Dus die laat zich wel zien. Maar Marjolein Faber nog niet. Maar we lachen er een beetje om. Maar het is eigenlijk best serieus. Dat Geert Wilders, dat we die eigenlijk nergens zien. Dat nu het dinsdagmoment dat hij de gangen inloopt richting het vragenuurtje eigenlijk een soort persconferentie van de minister-president aan het worden is. Ja, maar daarom is zou het. Ja, ik snap dat de oproep nu makkelijk is van kom, ga eens ergens zitten. Maar dat is wel een serieuze oproep. Daar moeten we niet te lacherig om doen, toch? Dat bedoel ik eigenlijk te zeggen. Ja, nou ja, ik heb hier de vorige keer dat ik hier was, toen het programma van start ging op vrijdag, ook al gezegd. Het is een beetje verkeerd uitgelegd, alsof ik in mijn wiek geschoten zou zijn, net als bij de Sonja Barend Award, dat Wilders niet kwam of dat ik genomineerd was. Onzin allemaal. Het gaat erom dat hij is de grootste regeringspartij. Hij zit in de Tweede Kamer. Hij is de man van wie Schoof afhankelijk is. In ons bestel is het vrij gebruikelijk dat iemand dan ook komt vertellen wat hij doet, of hij doet wat hij belooft, en of zijn argumenten kloppen. Daar gaan we het straks uitgebreid over hebben. Dan zijn we nog 1 keer bij u terug. En ik hoor net in mijn oor...